Sloopbedrijf Hezen is begonnen met de ontmanteling van het Philips Lighting gebouw aan de Mathildelaan. Het strippen van het gebouw gaat zo'n 4 maanden in beslag nemen. Uiteindelijk moeten er zo'n 600 appartementen gerealiseerd worden. Projectontwikkelaars Fole en Rijs hopen eind dit jaar ook te starten met de bouw van de eerste woontoren op het terrein van Lighting. Die 80 meter hoge toren moet eind 2016 klaar zijn.